Er is misschien maar één plek in Nederland waar niet geknutseld wordt. Hier heeft de natuur het gewonnen van onze driften. De Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen zijn dus een gepland industriegebied geweest. En we waren te zuinig in Nederland om het leeg te pompen, want we hadden het pas over 30 jaar nodig. Nou, dat hebben ze geweten. De natuur is hier als een kraakbeweging naar binnen gekomen. En op de een of andere manier, het was in de tijd dat het ging alleen maar achteruit met de natuur in Nederland. Die was al bijna doodverklaard. En hier kon je zien wat als de mogelijkheden geboden worden, die natuur in Nederland allemaal nog vermag. Is dat ooit zo geweest dat Nederland er zo uitzag? Of zou het denkbaar zijn dat het nog weer eens een keer zo zou worden? Nou, dan moeten we de boel wel erg laten mislukken in Nederland, Roel. Maar waar het heel erg op schijnt te lijken, zijn de oorspronkelijke kommoerassen in het rivierengebied. Het zijn oermoerassen, noemen ze dit. En die zijn we natuurlijk door ontginningen in, daar hebben we al helemaal geen herinnering meer aan dit soort dingen. Honderden koningspaarden, hekrunderen en edelherten.